Deze leerlingen gaan van mij de best geklede docent van Nederland maken. De meiden tegen de jongens. Ze krijgen 250 euro om een hele outfit te kiezen. Wie gaat er winnen? Jullie bepalen zo meteen. Laat weten in de comments. Hey. 250 euro. 150? Huh? Nou, Gijs. Wat gek. Lieve mensen, luister. Wat gaan jullie kopen voor mij? Geen skinny brakken. Nee, geen skinny brakken. Die moeten we. Wat hebben jullie, wat zien jullie voor jullie? Schoenen, gewoon clean witte schoenen. Mm-hmm. Dan een beetje baggy broek. En dan gewoon een wit shirtje. En misschien nog een chachi truitje erop. Chachi truitje. Ja, want deze schoenen kunnen echt niet. Moet je kijken hoe dit eruit ziet. Die vallen echt uit elkaar. Ik heb er nog wel een keer nieuwe veters in gezet. Niet geholpen. Nee, het heeft niet geholpen. Jullie vinden mij echt de slechtste gekleed docent van heel Nederland. Dat we jullie wel laten zien. Op TikTok in ieder geval. Er was dit shirt. Wie noemde dat ook weer, short shirt? Ja. Dus jullie hebben een idee. Wat gaan we halen zometeen? Ik wil sowieso geen skinny dingen. Nee, maar ik wil echt. Ik had gewoon mooie wijde broeken gezien met gewoon een licht kleurtje. Mm-hmm. Ik ga natuurlijk niet vertellen wat de jongens van plan zijn. Ik heb net hun plan gehoord. Echt een heel erg doordacht plan was dit. Ik hoor bij jullie ook een gigantisch doordacht plan. Mm-hmm. Ja. Maar wij zijn wel meiden, dus wij hebben sowieso al het voordeel. True. Dus jullie denken echt dat jullie gaan winnen? Ja. Keihard gewoon winst en die meiden toe. Tuurlijk. Sowieso. Jongens. Oké. Okay. Doen jullie nog andere schoenen kopen? Die skinny brakken gaat weg. Sowieso dit shirt gaat weg, wordt verbrand. Echt nee, over het shirt trouwens. Wij gaan het natuurlijk niet verbranden, lieve mensen. We gaan het natuurlijk naar de kerk brengen. En die heeft er altijd een goed doel voor. Dus ja, dat gaat natuurlijk maar wel gebeuren. Maar wie wil dit shirt doen? Nou, dan gaan we maar die kant op, denk ik. Jullie gaan winnen, nog steeds? Ja. Volgens trouwens in? Ja. Oké, dankjewel. Gaat beginnen. Zijn we klaar voor? In 3, in 2, in 1. Let's go! We gaan naar de zaal. Ja, we gaan naar de zaal. We gaan even een chatje via links. Ik denk dat het goed gaat komen. Ik heb vol vertrouwen in. Ik heb wel wat meer vertrouwen in de meiden, eerlijk gezegd, dan de jongens. We gaan het zien. Oké, we staan nu in de JD en we hebben schoenen gevonden die we waarschijnlijk willen halen. Maat 46, maar deze zijn 49. Sepp heeft iets gevonden. Sepp heeft iets gevonden. Hoe was het? 90. Oké, okay, lastig. Jezus, ouwe. We hebben wel een budget. Daar kunnen we niet in. Dames en heren. De leerlingen zijn natuurlijk nu die outfit aan het halen. Maar ik ben wel benieuwd wat andere mensen eigenlijk van mijn outfit vinden. Dus wat ik ga doen, ik ga ze 3 foto's laten zien. Deze, waar mijn hoofd weggeblurd is natuurlijk. Deze, ja. Dat staat hier lekker bij, hè. En deze. Dus ze weten uiteindelijk wel wie het is. Maar in eerste instantie nog niet. En dat is natuurlijk omdat ze dan, nou ja, niet kunnen weten dat ik het ben. En dat ze een eerlijk antwoord geven. We gaan voor de eerlijke antwoorden hier. Ik ga het eens even vragen aan mensen. Huh? Ja, deze is op zich wel goed. Die is niet te wijd. 32, 34 had hij. Deze ziet er wel goed uit. Deze kan wel, deze kan wel. Hoi. Hoi. Wat is je naam? Mano. Mano. Mijn leerlingen die maken me altijd kapot om mijn kledingstijl. Ja. Wat zou je deze persoon voor cijfer geven? Als je dit tegen zou komen? 7. Zo? Oh, best positief. Ja. Zou je je cijfer nog gaan aanpassen nu of niet? Nee. Zeker kit is. Ja. We hebben hier nu al de schoenen. Dus die zijn onderweg. Is deze echt super schattig? Maar zie meneer Helmers niet eens. Nee. Dit is gewoon een wit shirtje. Gewoon clean. Die we kunnen gebruiken. Deze is ook fris met een nootje. Gaat dit hem staan, jongens? Weten we het zeker. Kunnen we niet beter een jasje? Dat is beter. Nou, ik vind die jasjes die daar lagen. Ja, die zijn veel dikker dan ja. Deze. Maar deze wel, deze wel. M, gewoon M. Hallo. Hoi. Hallo. Ik heb hier een outfit voor jullie. Ja. Kijk, mijn leerlingen zijn nu op dit moment, zijn ze hier binnen, zijn ze een nieuwe outfit aan het zoeken voor mij. Ja. Jongens tegen de meiden. Wie gaat er winnen, trouwens? Van de meiden. Maar de meiden natuurlijk. Echt, iedereen heeft tot dusver nog gezegd de meiden. Ja, natuurlijk. Maar stel nou, hè, jullie zien dit lesgeven. Wat zou je voor cijfer geven voor deze outfit? Ja, maar voor cijfer? Ja, een 6, een 7 of zo. Ja. Gewoon... Je mag ook best laag zeggen hoor, dat mag best prima. Prima. Je mag best eerlijk zijn. Het is oké, maar saai. Saai. Ja. Okay. We hebben deze trui gevonden. Die zal meneer allemaal voor leuk staan. En deze zwarte broekje zal ook vast heel leuk staan. Dat is beter dan die skinny van. Ja. Maar ik zou dan wel zo'n kleur. Ik ga deze aan. Ik zou zo'n kleur pakken of deze. Of een iets donkere. Ja, ik zou die pakken, man. Deze. Ja, want die is wat lichter en dan als je dan iets donkere jas op hebt, is beter. Wacht. Kijk even, kan jij even bij de maat en dan kijk ik heb hier 8.
Hallo. 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 Hoi. Kijk, mijn leerlingen die maken me altijd kapot, hè, om mijn outfit. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening van deze outfit. Dit is een willekeurig persoon natuurlijk, dit ben ik helemaal niet. Welk cijfer zouden jullie geven? Een 7. Een 7? Ja, ik vind het een mooie outfit, maar ik vind okergeel niet zo mooi. Ik geef het een 6,5. Oké. Ik vind de onderkant sterk. Ik vind het shirt een beetje, ja, saai. Er moet wat op of zo, ik weet niet. En leerlingen die noemen dit ook wel het snotshirt. Ja, snotkleur denk ik. Ja, snotkleur. Zo, precies dat. Ja? Deze is wel gek hoor. Ja, ik vind die op zich. Ik vind die wel gek hoor. Ik vind dit ook wel hard. Ja, maar dit gaat niet om jou nu. Gijs, dit gaat niet om jou. Dit kunnen we oprecht wel doen. Maar deze ook zelf. Dus daar wil ik er niet in maken. Hoe duur is dit? Hoe staat 60. Dat dit, kan. Dit is wel een potje. Dit is een optie. Dit is een optie. Gewoon een jasje. Ja, maar dan. Ik ook een Zara trui aan. Want dit moet ook een trui. Nou, hoeft niet per se toch? Ja, dit wordt hem. Nu gaan we de schoenen halen. En dan zijn we klaar. En heel lang wachten. Ja, heel lang wachten. Jullie hebben echt een heel mooi outfitje. Dus tenminste, dat vond ik heel benieuwd wat de jongens hebben. Ik maak een klein beetje door. Oké, okay. We zijn nu aan het rennen omdat Seb nog een laatste winkel heeft. Waar ik denk dat we het goed kunnen halen. Maar we zijn een beetje in tijdnood. Dus we gaan het niet halen. We gaan nu rennen. Oké, we zijn geslaagd. Bij Prime. Bij Prime hebben we de laatste schoenen gehaald. De witte Air Force. We zijn hard geblest. Laten we zien. Witte Air Forces, gewoon clean, gewoon clean. En nu gaan we weer terug. Nu gaan we naar Mackie. Zijn ze hoor, daar zijn ze, die jongens. Kom naar hier. Hoe ging het? Nou, ja, goed. Ging goed. We hadden op het laatste wel nog even... Nog een beetje gerend. Ja, zeker. Gerend? Ja, we moesten echt rennen. We dachten we moesten snel, 5:30. Half zes is 5:30. Jullie zijn nooit op tijd, en nu opeens wel. Zullen we gaan eten? Ja, we gaan eten. Let's go. Mackie. One day later. Jongens en meiden, daar zijn we weer terug hier op school. Het is de dag vandaag. De dag dat de outfits revealed gaan worden. Jongens, tegen de meiden, maar we missen Amber. Amber is ziek, helaas. Maar wat er gaat gebeuren is dat wij een vierkoppige jury hier... Applaus voor de jury, dames en heren. Ja. Vierkoppige jury, die gaan de outfits natuurlijk reten uiteraard. Geven allemaal een cijfer. In dit geval, Tessa. Jesse, meneer van Wijngaarden uit Milaan, speciaal overgevlogen. En natuurlijk Simon. Maar welke outfit gaat er winnen vandaag? Dat is nog eventjes onzeker. Ik ga ze denk ik maar aantrekken. Let's go. Outfit nummer 1. Ja, outfit nummer 1, lieve mensen. De jury informeren, dames en heren. Dat is hè? Ja. Wat zeg je nou dan? Ik zeg niks. Oké, vertel, waarom heb je deze outfit gekozen? Oh, de jury mag nog helemaal geen oordeel hebben. Ja, je ziet wel een jasje. Moeten die gewoon dichtgeritst? Nee, dat is lelijk. Hoppakee. Jullie hebben deze auto voor mij uitgekozen. Wat vind je van het eindresultaat? Beter dan verwacht. Beter dan verwacht, ja? Hebben jullie het ook niet gepast? Nee. Jullie mogen een cijfer opschrijven. Ik ben heel benieuwd. De review, lieve mensen. De jury heeft zijn oordeel klaar. Jury, zijn jullie er klaar voor? 8, 8,5, 8, 9, 10. Gemiddeld, wat is dit gemiddelde nu? Even kijken, 9 plus 8 plus 8,5 plus 8 is deze. 8,75. Dat is niet sterk. Ja, dat is super. Tweede outfit, let's go. Outfit nummer 2. Hoppakee. Hoe hebben jullie laten inspireren voor deze outfit? Waarom dachten jullie, deze past precies bij deze man? Nou, die kleur dachten we dat gewoon bij u past. En wij dachten niet dat een jasje dat jij die ooit hebt aandoet. Dus een gun. Vind je dat van jongens? Ja. Ik moet even aan wennen hoor. Er moet iemand even aan wennen. Jury, oordeel. Kom maar op. Schrijf je cijfer op. 1 minuut. Oei. Wie gaat de winnaar worden, lieve mensen? Wie gaat de winnaar worden? Zijn we klaar voor? Jury, in 3, in 2, in 1. 8,5, 8,25, 7,5 en een 8. We gaan even in de toelichting van de jury. Vertel. Jesse, jij wilde iets zeggen. Nee, ik dacht van. Oh, oké. Simon, vertel. Ja, maar ik heb nog niet voorbereid. Dus. Oké, okay, Tessa. Nou, ik denk dat we dit wel eerder zelf Het past meer bij mijn oude stijl, want ik ben nu vernieuwd natuurlijk, dat snappen jullie, maar meer bij mijn oude stijl, dus dit zou ik eerder aantrekken. Wat? Wat zijn nou? Oké. Wacht eventjes. Hier gebeurt iets. Wat gebeurt hier? Dat mag niet. Wat gebeurt hier? Wel. Ik ga mee met het commentaar. Nee, maar luister, ik
zie jou niet snel in een jasje lopen. Mm-hmm. Ik zie je ook niet snel in een trui lopen. Bruh. Ja, dus ik snap wel van, nou weet je, als je dan op je werk loopt, dan zie ik jou misschien eerder een trui aantrekken dan een jasje. Ik vind het jasje misschien wel iets beter staan, maar ik zou me voorstellen dat je hier je makkelijker in voelt. Oké. Mooie toelichting. We zijn dus geswitcht. Het kan wat betekenen voor de einduitslag. Wat is hier het gemiddelde van? Ik zag al aan de rechterkant, zag ik hier een 8,2. In dit geval. En de jongens hadden 8,4. Dus zij denken dat zij nu de winnaar zijn. Maar natuurlijk bepalen jullie mensen. Wie is hier nou echt de daadwerkelijke winnaar? Maar we mogen best even een applausje geven voor deze boy. Goed gedaan. We hebben twee outfits gezien. Welke vond jij nou mooier? En sowieso, wat moeten we de volgende keer samen doen met de leerling? Belangrijkste boodschap van vandaag, lieve mensen. Abonneer.